Al wekenlang komt men bijna dagelijks in de Nederlandse kranten berichten tegen betreffende de veldmuizenplaag, die in sommige streken van ons land een schrikbarende omvang heeft aangenomen, tot grote schade van onze volkshuishouding. De vraatzuchtige dieren hebben op vele plaatsen zelfs de weilanden kaal gevreten. Voor het vee is geen grassprietje overgebleven, gevolg een sterk verminderde melkopbrengst. De muizennesten liggen hier zo dicht op elkaar dat men er soms 25 per vierkante meter aantreft. Nog ernstiger wordt het als de muizen zich in het bouwland nestelen. Van de voeder- en suikerbieten wordt de bladerkroon als het ware afgezaagd. Aangevreten en uitgeholde vruchten blijven over. Het grootst echter is de schade welke de veldmuizen aan het graan hebben toegebracht. De oogst die er prachtig voor stond is vaak voor meer dan de helft vernietigd. De dieren hebben het gemunt op het onderste, sappige deel van de halmen. In Wageningen neemt de plantenziektekundige dienst regelmatig proeven met de in de handel verkrijgbare bestrijdingsmiddelen. Het beste resultaat blijkt verkregen te worden met de zogenaamde muizentarwe. Dat zijn vergiftigde graankorrels. De dienst heeft de boeren tijdig gewaarschuwd dat er een veldmuizenplaag op komst was en hun de raad gegeven deze tarwe in de gaten op hun akkers uit te strooien. Met een fles gaat het snelst en het handigst. In elk gaatje worden 5 à 10 korrels gestrooid. De muizen lusten deze tarwe graag, maar het bekomt ze slecht. Ze sterven eraan. De boeren die de raad destijds hebben opgevolgd, hebben niet te klagen over hun oogst. Die staat er goed voor. Die het niet gedaan hebben, die ondervinden daarvan nu de kwade gevolgen. Op hun land hebben de veldmuizen ongehinderd hun gang kunnen gaan. Voor de bestrijding heeft men nu naar een paardenmiddel moeten grijpen. Water. Op initiatief van de Nederlandse Heidemaatschappij en in samenwerking met de plantenziektekundige dienst wordt het grasland onder water gezet. Dat is niet prettig voor de boeren, want het is nogal kostbaar, maar het is nog veel minder prettig voor de veldmuizen die deze inundatie niet overleven. De hier toegepaste methode is echter nog de enige om de muizen op grote schaal te verdelgen. Maar dit alles had voorkomen kunnen worden als men het advies van de plantenziektekundige dienst niet in de wind had geslagen.